Hallo en welkom bij Borne in Beeld, het programma met het grote en kleine nieuws uit Borne en omgeving. Gerard van den Hengel treedt bijna af als waarnemend burgemeester van Borne. Hij kijkt met een goed gevoel terug op 9 maanden burgemeesterschap en heeft een boodschap voor de Bornse gemeenschap. Ja, lieve mensen van Borne. In de afgelopen 9 maanden als burgervader heb ik echt een hele goede tijd in Borne gehad. Ik was bij hoogtepunten, maar ook bij verdriet in de samenleving. Ik vond het heel fijn en ik ben dankbaar dat ik er op die momenten voor de mensen kon zijn. Maar ik heb ook intens genoten van de momenten in Borne dat er een evenement was. Of het nou van de folklorengroep was, de Melbuldagen, de evenementen rond de kerst. Het was altijd fijn om te zien dat alle lagen en mensen uit de samenleving elkaar daar ontmoeten. En dat ik daarbij kon zijn. En ook fijne gesprekken heb kunnen voeren, heb kunnen luisteren. Maar we hebben ook vreselijk gelachen. Veiligheid is een belangrijk onderwerp in het werk van de burgemeester. Veiligheid gaat niet alleen over politie en blauw op straat. Ik ben ontzettend trots op al die mensen die zich inzetten voor onze veiligheid. Of het nu gaat om politiemensen, brandweermensen of oefeningen die wij organiseren voor mensen die steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen, om te kijken hoe zelfredzaam ze zijn. Kortom, aan dat gevoel van veiligheid voor iedereen in onze samenleving te werken. Het heeft mij dan ook ontzettend goed gedaan dat ik af en toe iemand in het zonnetje kon zetten met een koninklijke onderscheiding of een pluim op de hoed op een andere manier. Want het zijn echt helden. Een gemeente is best een complexe organisatie, want er zijn weinig organisaties in de samenleving die zoveel diensten en producten voortbrengen. Het is dan ook geen wonder dat iemand wel eens niet tevreden is over de gemeente. Tegelijkertijd zeg ik u dat al onze medewerkers hun beste beentje voorzetten om het beste product voor de samenleving voor te brengen. Het gaat tenslotte om u. Iets wat ik toch nog wel mee wil geven, er wordt ontzettend veel georganiseerd. Maar toch heb ik ook gemerkt in die maanden dat er een groep is die soms daar geen aansluiting bij heeft. En daardoor in andere situaties terechtkomen die niet altijd wenselijk zijn. Mijn oproep aan u is, kijk daar ook extra naar, dat ook die groepen, vooral jongeren, tieners, bij alle evenementen betrokken kunnen worden. Want Borne is keigaaf en dat moet zo blijven. In navolging van 2 succesvolle edities vindt op 9 mei 2020 in de theaterzaal Het Cultuurhuis in Borne Singer Songwriter Live 2020 plaats. Dit is de allereerste bijeenkomst officieel. Het heet de kick-off, maar we zijn natuurlijk al een hele tijd bezig. Maar we hebben nu de groep compleet. Alle mensen die meedoen die zijn bij elkaar. Een heleboel kennen elkaar niet. Dus vanavond is de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Daar zijn ze nu druk mee bezig. En straks ga ik alles over het project vertellen en mogen ze me het hemd van het lijf vragen wat er allemaal gaat gebeuren. Zangeres en theater doe ik, acteren, dansen. En wat voor soort theater maak je en wat voor soort muziek? Echt een musical, die kant op. Ik zit in een koor, normaal gesproken in Deventer. En via dat koor ben ik hier uitgenodigd om ook mee te gaan zingen. Nou, wat we gaan doen is op 9 mei van dit jaar een groot concert geven in de theaterzaal van het Cultuurhuis. En dat doen we met allerlei liedjes van singer-songwriters. Het zijn hele bekende, Ed Sheeran om een voorbeeld te noemen. Mensen die in de top 100 staan. En die muziek hoor je dagelijks op de radio. En wat wij gaan doen is het live brengen met amateurmuzikanten, amateurzangers. Maar we streven wel een professioneel niveau naar, dus we zijn best wat van plan. Ja, ik verwacht wel dat het heel gezellig wordt, want we leren elkaar nu ook al kennen. Dus ik denk dat het heel gezellig wordt en ook wel, het is leuk om elkaar te horen zingen. En ook dat je elkaar kan aanmoedigen, dat is ook heel fijn. Het lijkt me hartstikke leuk, ik ben heel benieuwd. Het is een hele band, iedereen is hartstikke muzikaal. En een hele grote groep met zangers en zangeressen, dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het heel leuk gaat worden. En is het de eerste keer dat dit wordt gehouden? Nee, dit is de derde keer. Ik ben in 2018 voor mezelf in het Wildeweg begonnen. En in 2019 hebben we het een stukje beter gedaan, de lat wat hoger gelegd. Ja, en dat doen we nu weer. Wat is er nu anders dan vorig jaar? We hebben een ander thema en we hebben 6 nieuwe zangers. Er zijn 3 zangers van het vorige project meegekomen. Er zijn 6 nieuwe, daar hebben we audities voor gedaan. Dus dat is er nieuw. De band is bij elkaar gebleven en de backing vocals ook. En wat ook nieuw is, we hebben nu een presentatiecoach.
Want het is wel gebleken de eerste twee keer dat op dat gebied nog een hele stap te zetten is. Het thema is tijd, voor alles is er een tijd. Ik ga een Duits liedje ga ik doen en twee liedjes. Eentje van Antoni Krameling. En eentje van Scrum, volgens mij. Ik ga drie nummers zingen. George Ezra, Barcelona. Take Your Time Girl van Niels Geuzebroek. En Some More Time van Philip Kronenberg. We doen allemaal covers, maar we brengen wel alles live. En we hebben twee coaches. Eén coach is Marion Revet Wering, dat is een zangdocente. En die schrijft ook zelf liedjes en die gaat wel drie liedjes van haarzelf brengen. Okay. Wanneer gaat het plaatsvinden? Op 9 mei in het Cultuurhuis in Borne. En zijn er nog kaarten te koop? Ja hoor, we hopen een vol huis. Vorig jaar waren er ruim 180 mensen. Nog 30 kaartjes erbij, dan zitten we vol en daar gaan we voor dit keer. Nou, een mooi streven. Waar zijn de kaartjes te koop? In het Cultuurhuis. Maar ook bij onszelf, bij de mensen die meedoen, proberen allemaal kaartjes in eigen kring te verkopen. Nou, heel veel plezier alvast. Ja, dankjewel. Nou, dankjewel. Komt helemaal goed. De Europastraat gaat op de schop. De riolering wordt vervangen, het waterbeheer wordt duurzaam ingericht en de klinkers worden vervangen door asfalt. We gaan de straat op. Nou, fijn. Goed. De Europastraat. De Europastraat, ja. Die wordt aangepakt. Ja. Dat was hoog tijd. Er zit een riolering in vanuit de jaren 70. Een zogenaamde gemengde riolering. Dus alles, het schone regenwater en het afvalwater komt bij elkaar in. Ja. Dat is niet meer van deze tijd. Ja. Dat is niet duurzaam. Er zijn hier en daar ook verzakkingen. Dat merk je ook wel als je over die straat rijdt. Dus er moet nodig wat aan gebeuren. Maar goed, dan is het een beetje onzinnig als je nu alles openbreekt en de riolering vervangt en over 2 jaar met de weg wat wil doen, want die plannen hebben we ook. Ja. Dus dat gaan we in 1 keer aanpakken. Er is een investering mee gemoeid van 2,9 miljoen. Dan kan een deel van het geld, de helft zeg maar, dat komt uit het rioleringsfonds. Ja. De andere helft passen wij als gemeente bij. De bedoeling is dat de hele straat op de schop gaat, dat er de klinkers worden vervangen door asfalt, dat de plateaus komen zodat het oversteken van de straat bij de diverse zijwegen veiliger is dan dat het nu is. Dus ondergronds gebeurt er wat, dat en, is dan die waterbeheersing, Rio. En boven de klinkers worden veranderd door asfalt. Ja, maar het krijgt een helemaal andere aanblik. De armaturen veranderen, er komt LED-verlichting. Ja. Dus dan is die eigenlijk weer duurzaam voor een hele reeks van jaren. Als dat achter de rug is. Ja. Wat ik wel wil zeggen is dat op dit moment, we moeten natuurlijk eerst permissie van de raad krijgen om het te mogen starten. Ja. Dat wil niet zeggen dat het er nou in 1 keer ligt. We gaan dus een zorgvuldig traject in gang zetten in nauwe samenwerking met de aanwonenden. Ja. Die hebben dan ook zeker hun inbreng. Dus het is niet dat we daar... Gebeurt dit jaar nog of til je dat naar het volgende jaar? Nee, dat gebeurt dit jaar nog. De daadwerkelijk schop in de grond zal in volgend jaar in 2021 gebeuren. Ja. Goed. Je had nog een aardige anekdote tijdens het persgesprek net. Je gebruikte de Europastraat vroeger als om te kijken of je auto trilde of niet. Ja, ik heb 5 jaar geleden de laatste auto gekocht en ik deed het al jaren. Ik koop altijd tweedehands auto's. Ja. En de Europastraat reed ik dan uiteraard met de maximale snelheid wel overheen, maar dan nog... Ja. Hoorde je elk trillentje in de auto, hoorde je dan goed? Ja. Het is eigenlijk een, kun je zeggen dat het een vervolg is op de aanpak van nu de Grote Straat. Er gebeurt iets met Wensink Zuid. Zit er een verband in? Ja, in ieder geval een volgorde, mag ik aannemen. Ja, kijk, op enig moment moet je met je belangrijke wegen in Borne moet je wat. De Grote Straat had natuurlijk ook te maken met het hele centrumplan, waar dat weer onderdeel van is. Dit haakt eigenlijk aan bij het verhaal waar we in Wensink Zuid al mee bezig zijn. Waar we ook duurzame dingen willen doen, ook in het kader van de energie en alles meer. Daar haakt dit ook bij aan. Ja. Kijk, de Europastraat heeft behoorlijk wat minder verkeer gekregen nadat de zuidelijke randweg open is gegaan. Maar het blijft natuurlijk een belangrijke weg in Bonn. Ja. Nog even over het geld, Martin. Het gaat om bijna 3 miljoen euro, heb ik begrepen. Ja,
Zeker manier. Wordt dat ook gesubsidieerd? Ja, er zit op dit moment een subsidie van een half miljoen, zeg maar, van 500.000 in, ja. Van de provincie. Ja. Nou, belangrijk is tot slot dat de aanwonenden geïnformeerd worden, ja. Dat die mee mogen praten. Ja. Mogen die ook ideeën inleveren of hoe werkt dat straks? Ja. Nou, er zal altijd een voorzet gegeven worden, maar, ja. Anders wordt het moeilijk praten, ja. Natuurlijk. Ja. Maar ze zullen 100% serieus genomen worden en hun inbreng mogen leveren. Goed. En je verwacht dat het een mooie straat wordt? Ja, het wordt in ieder geval een mooiere straat dan dat het nu is. Trillingvrij. En trillingvrij. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Het wekelijkse persgesprek gaat over de integratie van statushouders en andere asielgerechtigden hier in Borne. En dit project heet Thuis in Borne. En we gaan het even hebben over onze statushouders. Er gaat iets gebeuren op dit moment. Jullie hebben, heb ik begrepen, het contract verlengd met de mensen die... Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Ja, precies. Jullie noemen dat thuis in Borne. Ja. Waarom is ooit... Ik vind dat een interessante betiteling, thuis in Borne. Wat geeft dat allemaal aan? Thuis, je bent welkom in Borne. Dat is één. En dan maken we je ook wegwijs, niet alleen in de Bornse samenleving, maar ook in de Nederlandse samenleving. Dus welkom, het is voor hun, het moet voor hun ook een thuis worden, ja. Van we wonen nu in Borne. En dan is wat ons betreft dat je ook deelneemt aan onze samenleving. Ja. Het is ongeveer 2 jaar geleden begonnen op deze manier van samenwerken. Nou, dat loopt al wel langer uiteraard. Maar we gaan het contract nu weer verlengen voor 1 jaar. Omdat op Nederlands niveau de wet- en regelgeving weer gaat veranderen. Want dit heeft te maken met inburgering. Dus zij noemen, het landelijk heet dat inburgering, maar wij noemen dat thuis in Borne. Ja. Het gaat over hetzelfde. En dat werd de laatste jaren weer door het Rijk uitgevoerd. En dat komt weer naar de gemeente toe vanaf volgend jaar. Vandaar dat we dus toch, vandaar die ene jaar. Vandaar dat ene jaar. Ja. Dus we gaan het komende jaar bekijken van wat gaat er vanaf volgend jaar wettelijk gebeuren. Ja. En dan gaan we dan weer met vluchtelingenwerk een nieuwe afspraak over maken. Kun je een beetje schetsen hoe de toestand, nu is? Nou, hoeveel statushouders gaat het? Op jaarbasis krijgen we ongeveer 20 statushouders per jaar komen in Borne wonen. En dat zijn dus niet alleenstaande, dat kunnen dus ook een gezin. Ja. Vorig jaar hebben we een gezin met 3 kinderen, dus dat zijn 5 mensen die hier dan komen wonen. Ja. En zo'n gezin of individuele statushouder, die begeleid je dan. Want als je van buiten Nederland komt, ja, dan is Nederland gewoon een complexe samenleving. Ja. Je krijgt brieven van de overheid, je moet een inkomen verzorgen, je hebt te maken met je huisarts of met de medische zorg, je hebt te maken met school. Ja. En als je de taal nog onvoldoende machtig bent, dan is dat allemaal wel heel complex in Nederland. Voor ons is het allemaal vanzelfsprekend, omdat we hier opgegroeid zijn. Ja. En deze mensen begeleiden we dus de eerste jaar om wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving en in de Bornse samenleving. De ambtelijke taal is natuurlijk niet altijd... Het is niet altijd, niet altijd even makkelijk, maar ook gewoon hele simpele de weg vinden, fietsen, op weg naar werk. Hoe kom je hier in Nederland aan werk? Ja. Hoe kom je, wat als je een brief krijgt of als je door moet naar het ziekenhuis, hoe gaat het allemaal? Ja. Dat je met je taxi of met ziekenvervoer dat kunt. Nou, de meeste... Ook naar de winkel toe, wat is gebruikelijk hier in de winkel? Je mag hier in de winkel niet zomaar een appel pakken en proeven of die lekker is. Wat in sommige landen gewoon heel gebruikelijk is. En nou, dat zijn allemaal kleine basale dingen waar wij gewoon mensen mee op de weg helpen. Ja. En ook in verbinding brengen met andere inwoners. Die taalmaatjes zijn, maar dat is dan vaak weer vrijwilligerswerk. Ja. Die zeggen van, willen jullie deze mensen ook vrijwillig op weg helpen? Dus dat in die combinatie proberen we te maken. Maar er zijn dus ook particulieren of gewone mensen bij betrokken die een steentje bijdragen. Want vluchtelingenwerk is, de professionals. Dus die regisseren, organiseren en met name op juridische steun en al dat soort zaken zijn zij goed. En voor de dagelijks dingen zijn ook rondom dat hele vluchtelingenwerk zit ook een netwerk van vrijwilligers. Ja. Ook weer in Borne. Ja. Maar dus tal van mensen, gewoon inwoners van Borne die bereid zijn om met mensen die hier komen wonen, om ze met taal te helpen, om ze mee te helpen hoe dat gaat hier in Borne. Je hebt er nu dus al een tijdje ervaring mee. Kun je die integratie een succesnummer noemen in Borne? Kijk, ze komen naartoe vanuit
vanuit landen waar het niet goed is. En dan kom je dus in een omgeving waar rust is. En kijk, het lijkt dan overal wat druk, maar voor hun is dat hebben ze een rustige plek waar een veilige plek is. Dat geeft al voor hun al veel rust. Ja. Dus dat is voor iedereen bij wijze van spreken succesvol. Ja. Als je het hebt over het vinden van werk of het zelfstandig kunnen functioneren in een samenleving. Doordat je de taalmachtig bent of doordat je werk hebt. Ja, dat is voor een groot deel is dat toch lastig. Als ik kijk naar de vorig jaar hebben ongeveer 6 mensen toch werk gevonden. Ja. Dus en dan ga je ook sneller integreren, want dan kom je dus in sociale contacten met je collega's. Ja. Dus dan gaat het allemaal. Maar als je naar ons bijstandsbestand kijkt, ja, dan zie je toch heel veel mensen die toch nog een beroep moeten doen op de bijstand. Omdat ze dus niet aan het werk kunnen komen. Omdat ze de taal nog onvoldoende machtig zijn. Ja. Of omdat ze de skills niet hebben. En dat is, ja, daar moet nog heel veel in geïnvesteerd worden. Maar het lukt uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk voor heel veel mensen lukt het niet voor iedereen. Waarschijnlijk ook voorbeeldig. Ja, nou goed, ik ken persoonlijk ook mensen die zijn bij wijze van spreken gewoon geïmigreerd, hebben hier een bestaan gebouwd en redden zich prima. En zeker de volgende generatie die hier dan opgegroeid, dat gaat dan al een stuk makkelijker. Oké, dus die zijn thuis in Borne. Die zijn thuis in Borne. Dankjewel. Graag gedaan. Vanaf 17 februari kun je je oude, maar herbruikbare spullen op de nieuwe locatie aan de Ambachtstraat 26 aanleveren. 2 weken later gaat de kringloopwinkel op deze plek open voor de verkoop. Het gaat volgens ons lukken. En lukken is het schema wat we hebben met elkaar, althans wat al eerder opgesteld is. En daar zijn 2 data heel belangrijk. En dat is dat vanaf 17 februari hier kan worden aangevoerd. Dus dan komen hier de spullen binnen die de mensen ons graag willen geven. En 3 maart gaat de verkoop hier. Het zou ook 2 maart kunnen zijn. Dan gaat hier de verkoop. Dus de verkoop blijft op ons oude pand tot aan 2 maart. Het aanleveren van de spullen gaat vanaf 17 februari hier naartoe. We staan hier wat wij noemen de technische ruimte. In deze ruimte worden straks allerlei elektrische apparatuur onder andere getest. En een van die dingen die we hier gaan testen, dat zijn wasmachines en vaatwassers. En dat doen we op dit punt hier. We hebben 5 plaatsen laten maken waar wij wasmachines kunnen testen. En onderin zit een put, dus mochten ze lekken loopt het water prima weg. En er wordt ook nog een plek gecreëerd achterin voor drogers met afvoer, zodat de lucht naar buiten toe kan. Dus we kunnen hier uitgebreid testen. Dus dat betekent dat 17 februari dat onderdeel klaar is. En welke onderdelen zijn er nog meer die doemenswaardig zijn? Nou, klaar, dan kan er gewerkt worden. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Mensen moeten hun spullen kwijt kunnen, die worden hier opgeslagen. Er is hier voldoende ruimte dan. Er zijn hier ook al spullen stiekem gebracht, maar dat gaat een beetje tussendoor. Echt klaar kom je nooit, hopen wij. Maar met de mensen werken, 17 februari, 2 maart. Ja, die Riestrijkerstraat, dat hebben we als zodanig ingericht. Aan de voorkant van het pand rijd je dan eigenlijk het pand binnen. Eigenlijk een beetje net als bij Bauhaus. En je kunt dus binnen overdekt je spullen afleveren op een bepaalde plek. En als je klaar bent met het inleveren of het afhalen van goederen, dat kan ook. Dan kun je aan de achterkant weer uitrijden en rij je om het gebouw heen. En dan hoop ik dat je gaat parkeren en onze winkelspullen gaat kopen. Tegen de achterwand, of in de zijwand moet ik eigenlijk zeggen, van de Riestrijkerstraat komen vakken. Van beton en in die vakken bergen wij artikelen op die niet de winkel ingaan, maar een ander recyclecircuit. En dan moet u denken aan oud papier, oud ijzer en dat soort zaken. Ja, er komt ook een opening. En dat gaan we nog even wel netjes doen. Dat doen we een maandje later, want je moet eerst even een paar kinderziektes eruit halen natuurlijk. Voordat je echt trots kan zijn. Ja. Maar trots is iedereen al nu al een beetje hoor, dus dat gaat wel goed. Ja, merkt u dat iedereen er zin in heeft om over te gaan? Ja, nee, het geeft spanning. Dat merk ik. Ik kom er nieuw bij, hè, maar ik merk dat het spanning geeft. Maar dat is gezonde spanning. Daardoor ga je beter presteren. Ja, okay. En zijn er dingen eigenlijk die u anders wil doen ten opzichte van uw voorgang, zeg maar? Accenten die u wil leggen? Ikzelf? Ja? Ja, we zijn wel een heel bestuur, hè. Dus daar ga je met z'n allen over. Maar ik denk het niet, want ik vind dat, ik heb ergens in een ander interview al gezegd, het lijkt wel of ik in een gespreid bedje kom. Het moet alleen opnieuw worden opgemaakt, het is wat groter. En als ik dus met de auto erdoor rijd, dan komt hij er mooi schoon uit ook? Of is dat geen dienst voor jullie? Dat hangt ervan af hoe hard je rijdt. Heel hard rijdt stof eraf. Bij RTV Borne aan tafel spreken we met wethouder Martin Velten
over de decentralisatie van de zorgtaken. Welkom bij RTV Borne aan tafel. Vandaag is onze gast Martin Velten, wethouder, en Jan en Hans interviewen hem. Zo is dat. En dat doen we nu. We hebben dus één gast, wethouder en derde lokale burgemeester Martin Velten. Ja. We hebben ook één onderwerp, maar wel behoorlijk verspreid. Namelijk, ik wil het hebben over de drievoudige decentralisatie jeugdwet, WMO en participatiewet. De grootste verbouwing van de verzorgingsstaat ooit. Ongeveer een kleine maand geleden schreef de Volkskrant op de voorpagina: gemeenten onderschatten de zorgvraag. Citaat daaronder: veel jongeren en ouderen vroegen 5 jaar na de overheveling van de zorgtaken naar de lokale overheden om hulp. En de krant concludeert: bijna alle gemeenten kampen daardoor met fikse financiële tekorten. Was het een verbouwing? Is dat een correct woord in dit hele verhaal? Het was een verbouwing. Maar er moest eerst voldoende goed gesloopt worden nog weer voordat we aan de verbouwing konden beginnen. Want een verbouwing suggereert dat je gelijk aan de opbouw kunt beginnen. Dat was zeker niet het geval. De gemeentes kregen het letterlijk en figuurlijk over de schutting gegooid in 2015, begin 2015. Het was een vervuilde dossiers en dan met name de jeugdhulp hebben we het dan over wat het grootste probleem was. Vervuilde dossiers, we kwamen indiceringen tegen van die mensen wisten niet eens dat ze geïndiceerd waren. Hadden nooit hulp gekregen, maar was kennelijk in het verleden door de zorgaanbieder wel voor gedeclareerd richting het Rijk. Dus het was een hele soeza om in 2015 om te blijven drijven, laten we het zo zeggen. Want alle wethouders, maar ook deze wethouder, had de afspraak met de raad gemaakt. Wat er ook gebeurt, niemand tussen wal en schip. Ja. En budgetair neutraal. Dus wij hadden niet, veel gemeentes hadden extra geld voor tegenvallers in een fonds gegooid. Ja. Dat was hier in Borne niet het geval. Dus we moesten het doen met de bedragen die we vanuit het Rijk gekregen hadden. Waar ook al een korting op toegepast was. Dus met minder geld dan het ooit het Rijk gekost heeft. Dat was een hele klus. Ja. Ik noem het nu zelf even de driepotige decentralisatie. Die zou de zorg persoonlijker maken. Beter afgestemd tussen de hulpverleners en efficiënter. En vandaar, die theorie heb ik ook gelezen, vandaar dat de landelijke overheid het lef had om te zeggen: als dat zo gebeurt, dan kunnen wij die flinke bezuiniging makkelijk toepassen. Snap je de combinatie? Ja, ik snap de combinatie. Kijk, het is allemaal gebeurd natuurlijk, gedreven vanuit bezuiniging. De landelijke overheid die was het uit de klauwen gelopen. De verzorgingsstaat. Ja, maar dit citaat suggereert eigenlijk net andersom. Kijk, als we het allemaal persoonlijker maken, beter afgestemd, efficiënter, logischer misschien, dan kunnen wij ook een grote bezuiniging vragen. Ja, dat zou, uiteindelijk is dat ook zo gebeurd. Maar dat is uiteindelijk de doelstelling. En als alles doorgevoerd is en alles goed werkt, dan zal dat ook zo zijn. Want dan ga je steeds meer, de bedoeling was ook, we brengen het dichter bij de burger, hè, want de gemeente die kent de burger. Ja. En we gaan ook preventief werken. Hè, doordat mensen sneller dan kunnen aankloppen op een adres, kan er ook sneller ondersteuning geleverd worden. Ja. Nou, dat is een misrekening geweest, omdat we kwamen natuurlijk, het was niet alleen taken die vanuit het Rijk naar de gemeenten overgingen begin 2015. Maar er werd ook een andere invulling gegeven. Voorheen was het zo dat je recht had op ondersteuning. Dus als je aanklopte, dan moest de gemeente je gewoon ondersteuning leveren. Nu was het zo dat je bij de gemeente kon aankloppen wanneer je echt geen andere mogelijkheden meer zag om het zelf te regelen. Kan ik daar het woord persoonlijker bij zetten? Nou, dat zou je kunnen doen. Persoonlijke is wel meer de persoonlijke benadering. Beter afgestemd dan misschien?
wat ik net ook noemde. Nee, dat heeft beter afgestemd. Maar dat beter afgestemd, dat zou moeten zijn dat als mensen bij je aankomen kloppen en zeggen van ik heb geen netwerk, ik kan de hulp niet regelen in mijn eigen netwerk. Dan zou het dus zo moeten zijn dat dan de gemeente met je om tafel gaat zitten en zegt, is dat nou echt wel zo? Maar je hebt toch die en je hebt toch die en wij gaan wel eens kijken hoe we je kunnen helpen. Om te kijken of die mensen jou wel kunnen bijstaan. Mm. Nou, daar kwam eigenlijk niks van terecht. Er werd gewoon direct naar professionele hulp gegrepen. Net als in het oude systeem. Er is een hulpvraag om zorg. Die zorg die moet direct geleverd worden door een professional. Ja, en ik gebruikte net ook het woord efficiënter. Ja, en dus is het dan, en dan krijg je het volgende verhaal krijg je dan. Dat je zag dat vervolgens de zorgaanbieders ook niet gewend waren om efficiënt te werken. Mm. Omdat ze allemaal hun eigen concurrent waren. Dus iedereen deed veel van hetzelfde. Mm. Dus het werd er eigenlijk niet veel efficiënter op. Wat wel gebeurde, en je leest in de pers soms wel iets anders. Er zijn altijd uitzonderingen, maar over het algemeen genomen kregen mensen wel minder personen over de vloer om hun verhaal te doen. Het werd nu vaker dat men één of twee keer zijn verhaal moest doen aan een hulpverlener, maar niet tien keer aan diverse hulpverleners. Ja. Minister De Jonge die heeft aangegeven van als je het goed wil doen als gemeente, dan moet je ook met elkaar samenwerken. En hij heeft in het NRC in november aangegeven van nou, de samenwerking die ging nogal halfslachtig. Bent u het daarmee eens? Dat weet ik niet. Ik heb alleen ervaring in Twente. En in de artikelen is ook tot uitdrukking gekomen dat men in Twente juist regionaal goed samenwerkte. Het is ook niet nieuw, want we moesten dat. Vooral voor wat het betreft de zorg door de gecertificeerde instellingen geleverd. Dus de dure zorg, dat kun je niet op lokaal niveau. Dat moet regionaal geregeld worden. Daarvoor moesten we dus samenwerken. En dat hebben we in Twente, middels een samenwerkingsverband OZJT, regionaal samenwerkingsverband, op poten gezet. En dat werkt gewoon goed. Dat is ook in diverse commentaren als voorbeeld genoemd hoe het eigenlijk in den landen zou moeten. Maar er zijn inderdaad ook regio's, ik weet ze zo niet, maar waar dat gewoon minder liep mm-hmm. en loopt. En daarnaast, naast de samenwerking tussen gemeenten, moet je ook samenwerken binnen beleidsterreinen, binnen afdelingen, binnen de gemeente? Ja. Inderdaad, Jan die gaf al aan van de Volkskrant, die geeft aan van is het onderschatting geweest? Dat de gemeente het onderschatten, maar is het misschien ook zo dat het Rijk de bedrijfsvoering van de gemeente heeft overschat? Dat het Rijk heeft gedacht van, oh, daar kunnen de gemeentes wel aan. Dat het toch wel ingewikkelder lag. Nou, het Rijk heeft geen enkel zicht, durf ik te stellen, op hoe het binnen gemeentes werkt. Gemeentes die kwamen in ieder geval voor een cluster te staan die ze totaal niet gewend waren. Mm-hmm. Kijk, ruimtelijk beleid. Bouwvergunningen afgeven, et cetera, bestemmingsplannen maken, dat kenden ze. WMO ondersteuning leveren als trapliften, scootmobielen, et cetera, dat kenden ze ook. Maar nu had je te maken met regisseurs. De jeugdconsulenten moesten regisseurs zijn. Die moesten dus eigenlijk kijken of de goede zorg effectief en resultaatgericht geleverd werd. Ja. Daar waren gemeentes niet op ingericht. Sterker nog... Wij moesten dus mensen betrekken vanuit instanties, bijvoorbeeld Jeugdbescherming Overijssel, mm-hmm. die voor gemeentes gingen werken, maar ook niet in die stand zaten. Ook alleen maar zaten in de zorgverlenende stand. Mm-hmm. Dus die waren niet gewend om als regisseur te werken. Ja. Heeft nou de overheid onderschat hoe het... Gegaan is. Ja, in meerdere commentaren staat ook dat op zich, dat zeggen ook alle gemeentes wel, we moeten ook niet terug willen. Want de zorg is gewoon dichter bij de mensen gekomen. Alleen het is te snel. Het is te snel gegaan. Ja. Men had daar 1 of 2 jaar een overgangstermijn voor moeten nemen. Ja, maar kijk, want het gaat inderdaad over zorgaanbieders en zo, maar de gemeentelijke bedrijfsvoering, kunnen we daar niet van verwachten dat die. Dat de participatiewet, jeugdwet en de WMO, dat het intern zo wordt afgestemd dat het soepeler loopt? Dat kun je ervan verwachten en dat gaat ook gebeuren. Maar je noemt nou de participatiewet, maar dat is weer een andere tak van sport. Valt ook onder andere wetgeving en ook die afstemming. Over, Martin. Ja. Tijd voor de plaat. Tussen het Dijkhuis en de Rondweg wordt gewerkt aan de ontmoetingstuin De Bonte Koe.
Er was ruimte om het parkje uit te breiden en gemeente Borne gaf de mogelijkheid om een plan te ontwikkelen. Het dierentuintje is in 2009 hebben we dat opgezet. Dat hebben we toen een tijd gedaan omdat ik prins carnaval was, samen met mijn broer van de Toemlozen, stadsprins van Borne. We wilden toen een tijd iets doen voor de gemeenschap, dus we hebben dat dierentuintje handen voeten gegeven. Overigens samen met de ondernemers in Borne, want die hebben we toen een tijd allemaal bekostigd. Het dierentuintje grenste toen een tijd direct aan het fietspad en dat vond ik eigenlijk geen goed idee. Dus toen zijn wij naar gemeente Borne gegaan en hebben gevraagd van wij moeten eigenlijk het hele zaakje opschuiven. Ja. We willen het eigenlijk ook iets groter hebben, want we willen een paar andere beesten erbij in hebben. Dus het dierentuintje moest iets groter worden. Mm-hmm. Het terrein achter ons lag eigenlijk een beetje braak. Gemeente Borne deed er helemaal niets mee. Ja, en toen kwam van het een het ander. Toen zijn we heel langzaam begonnen. En gemeente Borne gaf ons netjes de ruimte om te zeggen van nou, ontwikkel eens een plannetje. Ja. En het heet het ontmoetingstuin, maar wie gaan elkaar hier ontmoeten? Nou, dat is een beetje een punt van. Toen zeiden van we willen niet hier alleen meer een dierenparkje hebben, we willen het iets groter maken. Dus ja, wat ik al zei, van het een komt het ander. Dus er moest er helemaal een pad omheen komen. En als je een pad omheen hebt, dan wil je ook iets meer doen. Dus er moet ook iets van een tuin bij komen. Toen hebben we gedacht van nou, dan moet er een boom in komen. Nou, er komen inmiddels zijn er 21 bomen ingepland. Die bomen dat zijn allemaal vruchtbomen, dus die bloeien allemaal. We hebben hier achter ons hebben we samen met de imkervereniging in Borne komt er ook een bijenstal met 5 bijenkorven. Ja, en die bijen moeten natuurlijk ook wat te eten hebben, dus toen kwam het idee van bloemen. En daarom is het uiteindelijk zover gekomen dat we van het hele park zo'n 1000 vierkante meter inrichting als tuin. Daarvan worden 500 meter samen met de inwoners van het dijkhuis komen daar planten in. Dus een beetje de planten die mensen ook kennen, die zij zelf mogen uitzoeken. En 500 meter worden ingezaaid met bloemen waar de bijen met name veel profijt van hebben. Okay. En vandaar dus dat het een tuin is geworden. Ja, en dan moet het, ook omdat we subsidie hebben aangevraagd, krijgt het altijd een hele mooie naam en dat heet het een belevingstuin of een ontmoetingstuin. Ja. Maar ik hoop gewoon dat het het parkje van Borne wordt. Ja. En welke mensen kunnen zich hier ontmoeten? Nou, ik zou haar zeggen van iedereen die er plezier in heeft, want je ziet hier nu ook dagelijks mensen. Hè? Dus dat is met kleinkinderen, er is een klein speeltuintje hierachter. Ja. Mensen die vinden natuurlijk dieren altijd heel interessant. En straks ook de tuin, dus je kunt je helemaal vermaken. Er komen 10 bankjes, er komt zelfs iets van een pleintje in. Dus ik zou haar zeggen van heel Borne is van harte welkom. Welke partijen zijn hierbij betrokken bij dit tuintje? Nou, we hebben uiteindelijk op initiatief van gemeente Borne, want die heeft ons eigenlijk gezegd van nou, er is ergens subsidie voorhanden. In dit geval is dat subsidie waar ook Europa mee van doen heeft. Dus Europa die stelt er geld voor beschikbaar en voor dit soort initiatieven. Als je dat doet, dan moet je meer partners hebben, want uiteindelijk als je een euro-subsidie krijgt, moet je ook een euro op een andere manier bijleggen, want het is altijd 50-50. En wij zijn in een gelukkige omstandigheid dat wij geld hebben gekregen van de subsidie, maar ook geld van onze buren hiernaast. En onze buren zijn wel bij ons en Trivium. En die beiden die betalen dus ook mee. En wat is de planning? Wanneer is het klaar? Het gaat heel hard, want we zitten in een hele goede periode. We hebben heel veel bomen hebben we bijvoorbeeld ingepland. Nou, dat is een prima periode om dat nu te doen. Het is ook een beetje een periode dat de leveranciers eigenlijk wel een beetje tijd hebben. Het oude jaar zit erop, het nieuwe jaar moet beginnen. En dit zijn toch voor de mensen, ja, normaal vriest het ook, zou ik gaan zeggen. Ja. En dan zijn dit soort mensen die hebben een soort fors verlet. Wat nou niet meer, natuurlijk niet meer, heden ten dagen niet meer geld. Maar dus wij konden een heel goed beroep doen op met name Bornse ondernemers. En die hebben tijd en ik ben bang dat wij eind januari al een heel eind op streek zijn. Okay. En komt er iets van een opening of iets dergelijks? Ja, dat is voorzien. Ik heb het dus als stadsprins van gemeente Borne gepland in 2009. Ook onze huidige stadsprins die heeft het ook in zijn proclamatie staan. Ik heb gezegd, je mag hem wel openen, maar dan moet je ook iets gaan doen. Dus hij komt hier te zijner tijd samen met zijn raad van 11. Of een muurtje metselen of hij gaat het tegelpad voor het voor de nieuwe kapschuur gaat hij erin leggen. Leuk. En als dat gebeurd is, dan mag hij, als het zover is, mag hij het als stadsprins van Borne, mag hij het officieel gaan openen. Dat betekent dus voor carnaval moet het al geopend worden? Nee, dat gaat ons niet lukken. Zeg maar dat het half april, dat we er heel eens op weg zijn. 5 dagen na de bloedstollende halve bekerfinale kwamen de dames van Sliedrecht Sport opnieuw op bezoek bij het team van Apollo 8. Dit keer voor een eredivisiewedstrijd. Ja, we hadden vandaag revanche. Na woensdag hadden we de halve bekerfinale tegen Sliedrecht gespeeld.
En toen verloren we Nipte met 3-2. Vandaag wou ik ze eigenlijk terugpakken. We beginnen met 2-0 voor. En dan wil je eigenlijk de lijn doorzetten. En dat lukt dan net niet. Zuur. We komen zelfs goed eens nog twee keer tegen dit seizoen. En we hopen ze dan toch wel een keertje te kunnen pakken. We hebben vandaag gespeeld tegen Stiller Sport, de landskampioen. Afgelopen woensdag hebben we tegen ze gespeeld in de halve finale van de beker. Toen helaas 3-2 verloren. We waren heel dichtbij, 16-14 de laatste set. En vandaag mochten we weer tegen ze. Eerste twee sets spelen we hartstikke goed. Eerste set vrij dik gewonnen, 5-21. Set 2 was normaal dik. Set 3 werden we aanvallend ietsje minder, werden zij aanvallend sterker. Dan zie je toch dat ze met name aan de buitenkanten net iets meer hoogte, iets meer power hebben. En dat ze daardoor het verschil weten te maken richting het einde. 2-0 voor, 3-2 verliezen is jammer en mag eigenlijk niet. Aan de andere kant wel knap dat je twee sets vrij dik en makkelijk wint. Dus daar zijn we blij mee en daar moeten we op doorbeduren. Speciaal voor de startende ondernemers was er bij het bedrijf Search Chocolade in Borne een workshop chocolade maken. Zo'n 25 Bornse nieuwbakken ondernemers deden hier aan mee. Dus vandaag speciaal voor de startende ondernemers is er een bijeenkomst om nader kennis met elkaar te maken. En een chocoladeworkshop demonstratie. Okay, en wat mogen ze vandaag doen dan? Ik heb verschillende bonbons gedemonstreerd, ons verhaal verteld. En uiteindelijk heeft iedereen een plak chocola gemaakt met hun eigen tekst erop. Okay, en wat voor soort teksten stonden erop? Vooral veel namen, kort en krachtig en niet te ingewikkeld. En wat kun je zelf vertellen over dit bedrijf? Want jij maakt chocola of hoe moet ik het voorstellen? Ja, wij produceren hier chocola op ambachtelijke wijze. Wij doen vooral heel veel maatwerk voor horeca en delicatessenwinkels. En voor grote bedrijven met hun eigen logo erop. En vooral met veel producten uit eigen streek. Ja. En doe je dan ook vaak van dit soort dingetjes? Er zit nog in de kinderschoenen, daar zijn we mee aan het ontwikkelen. Okay. Ja. Nou super. En hoe lang besta jij al? 2016 zijn wij gestart. Ja. 2017 hebben wij de startersprijs Midden Twente gewonnen. En zo zijn we uiteindelijk hier in dit pand terechtgekomen en draaien we volop. Nou super. Ja. Leuk, hartstikke mooi en bedankt. Ja, heel bedankt. Ik ben in 2019 inderdaad ook gestart als ondernemer. Ik heb jarenlang in de financiële dienstverlening gezeten. En 2019 was voor mij het jaar van de overstap. Dus ik ben Match & Share begonnen. En Match & Share is een onderneming die bemiddelt in collegiale in- en uitleen van personeel. Oké. Okay. En wat houdt dat in? Bedrijven hebben vaak last van seizoensinvloeden. Dat wil dus zeggen dat je op het ene moment heb je veel meer mensen nodig. Op het andere moment heb je veel minder mensen nodig. En op dat moment kom ik in beeld om daartussen te bemiddelen. Dus voor mij is het heel belangrijk een heel groot netwerk te hebben. Okay. En hoe vind je dat Borne dit soort evenementen organiseert? Ja, dat doen zij wel heel erg goed. Ik heb me ook aangesloten bij de BBO. Ja, zoals gezegd ben ik eigenlijk echt op zoek naar een groot netwerk. Dus vandaar ook de BBO heb ik mij ook bij aangesloten. Die zijn al heel actief. En dit vanuit de gemeente is ook een heel leuk initiatief. Ja, je spreekt mensen. We zijn denk ik nu met 25 mensen. En heel veel ken ik er niet. Dat maakt het wel weer heel leuk. Ook weer nieuwe mensen die... Waar je misschien wel wat aan hebt in je netwerk of zij aan jou. Dus goed, veel mensen leren kennen, heel leuk. Oké, en wat vind je ervan dat je met chocolade bezig bent vandaag? Ja, dat is wel heel creatief. Echt met handjes werken, vieze handjes krijgen, dat ken ik eigenlijk niet in mijn werk. Wat zij doen, dat is echt wel een heel mooi product. Ik wist niet dat dat echt, net als het bakkersvak. Dat zijn hele mooie vakken, je maakt echt iets. Ja. We staan hier vandaag bij Seurt aan de Grote Straat. We hebben eigenlijk gemeente 15 november was de dag van de ondernemer.
We hebben hier, als je zo naar binnen kijkt, maar voor mij hebben jullie al wat opnames gemaakt. Dan zijn hier ongeveer 25 ondernemers die in 2019 in de gemeente Borne zijn begonnen. Het is eigenlijk heel eigenlijk is iedereen die in de gemeente Borne is begonnen in 2019, die is begonnen. Dus vandaar dat we het niet om 15 november hebben gedaan, want dan konden we zeg maar mensen die in december nog zijn begonnen niet uitnodigen. Het is eigenlijk heel divers. Eigenlijk is iedereen uitgenodigd en wat loopt hier rond. Onder andere iemand die een fietsenzaak is begonnen, sloot fietsen. Iemand die op een bovenkamertje een administratiekantoor is begonnen. De nieuwe orchideeënwinkel in het centrum van Borne. Dus heel divers. Dus, dat zijn mensen die vaak zijn het eenmanszaak of eenmans pitters die op een zolderkamertje iets zijn begonnen. En dus eigenlijk iedereen is uitgenodigd. Ook de Stijlhoeven in Zenderen. Het gaat eigenlijk alle kanten op, heel divers. Okay, en wat kun je mij vertellen over de dag van de ondernemer? Dat is eigenlijk een dag waarin namens de gemeente de ondernemers eigenlijk worden bedankt voor dat ze zich in de gemeente hebben gevestigd. En dat is eigenlijk wel een landelijk iets, dus eigenlijk dat is niet alleen in Borne. Dit jaar heeft de gemeente de ondernemers op de dag zelf bedankt, ook op de ledschermen hier in Borne. En we hebben toen bij Leroy van de Hetmes Ambacht in Zenderen, hebben we eigenlijk zeg maar tot een soort van ondernemer van het jaar benoemd. Dus daar zijn we lang gegeven met een bosje bloemen. En eigenlijk is dit een beetje de verlaten 15 november dat we vandaag hier met alle ondernemers hier zijn. Beetje een soort nieuwjaarsborrel, laat maar zeggen. Ja, eigenlijk wel. Ja, dus dat is wel, allemaal hele leuke reacties naar de mensen die dat we wilden eigenlijk mekaars nummer wel hebben. En kijken of dat een soort, dat we toch wat voor elkaar kunnen betekenen. Dat is wel wat, dat is heel leuk dat je het op een of andere manier toch ook, dat is ook wel een beetje mijn taak, denk ik. Uiteindelijk dat je de handel toch in Borne houdt, dat je elkaar echt gunt. De handel. Dus dat je een beetje de bedrijven naar elkaar toe brengt. Ja, precies. Dat je weet, ik wist helemaal niet dat je. Dat weet je natuurlijk ook niet. Op het moment dat je begint, wil je natuurlijk aandacht hebben. Dus, of aandacht hebben. Je wil in ieder geval weten dat mensen weten van je bestaan. En dus dat is. Ja, dit is ook wel weer een momentje dat je even kunt laten zien wat je doet. En mensen zeggen, wat leuk. Gewoon dat we dat in Borne hebben. Ja. En wat is er nu zo leuk als chocolade? Ja, het is vooral lekker volgens mij. Nee, maar weet je dit is, het leuke is dat Linda in 2017 de Startersprijs heeft gewonnen. De Startersprijs is ook een jaarlijks evenement wat plaatsvindt veelal in Hengelo, maar Hengelo doet daarmee Hof van Twente en Borne. En die heeft zij gewonnen en die heeft ze €3000 mee gewonnen toen. En daar is ze bijvoorbeeld een nieuwe chocolademachine voor kunnen aanschaffen toen. Dus dat is voor haar een hele erge boost geweest om met haar, voor haar, dat geld had ze op dat moment, heb je natuurlijk als startende ondernemer als je een €3000 krijgt. Je kunt dat gelijk investeren in je bedrijf, dat heeft haar wel een echte een boost gegeven. Ja. En ze heeft nou ook, je kunt nou nu zien, maar daar hangt nu een bord van Seurt chocola aan het pand. Dat heeft ook als een magneet gewerkt eigenlijk, daar heeft ze heel veel aandacht, ook heel veel handel eigenlijk uitgekregen. De jaarlijkse Body, Mind & Spirit Markt vond weer plaats in het Cultuurhuis. De hele middag liepen bezoekers binnen om zich te laten informeren over de grote variatie aan spirituele thema's. Vanaf kind af aan, toen ik al een jaar of 15 was, had ik al heel veel met spiritualiteit. En astrologie was helemaal mijn ding, zeg maar. Ik wilde alles weten, alles lezen. En het werd alleen maar erger en groter en meer. En toen ben ik eerst normaal gaan werken en al die dingen. Maar vervolgens kreeg ik een burn-out. En toen had ik zoiets van, nu moet ik echt met de spirituele bezig. En de astrologie weer opgepakt. En nu zit ik helemaal erin. De mensen zijn op zoek naar zichzelf. Van wie ben ik eigenlijk echt? En op die manier probeer ik ze een handleiding eigenlijk te geven over wie ze echt zijn. Ik heb dus echt gericht op het karakter van mensen. Dat ik kijk naar wat zijn iemands kwaliteiten, wat zijn iemands valkuilen, wat heb je juist nodig op liefdesgebied of waar zijn je talenten. Het ascendant is bijvoorbeeld ook heel interessant. Ik luister heel goed naar mensen en samen met mensen ga ik op zoek naar een hulpvraag. Iedereen heeft wel eens periodes in zijn leven dat het even niet zo goed gaat. Je kan teleurgesteld raken, je kan een dierbare verliezen, je kan een burn-out krijgen, noem maar op. Bijvoorbeeld wat ik zelf ervaren heb, als je een nieuwe hond erbij krijgt,
dan kan het soms ook ineens heel anders zijn. Ja, eigenlijk ben ik een soort psycholoog light. Vita pulga betekent het leven is mooi. En nou ja, daar gaan we gewoon voor. Dr. Hauska is een 100% natuurzuiver cosmetica merk. Dus ja, je bent voor jezelf natuurlijk heel, heel goed bezig. En het steunt ook de Fairtrade projecten in allerlei landen over de hele wereld. Ik ben begonnen met de studie geneeskunde. En daar heb ik mijn bachelor ook van gehaald. En daarna wilde ik toch iets doen met mensen helpen. En was ik toch heel erg geïnteresseerd in de antroposofie en de alternatieve geneeswijze ook. En daarna ben ik begonnen met de schoonheidsspecialistenopleiding. En doorgegaan met Dr. Hauska, therapeut, omdat je dan toch het verzorgende hebt. Maar wel op een holistische manier en met ja, gewoon hele mooie producten. The sound is also vibration, energy vibration, and so together with acupressure and the sound that the therapist we make is helping to open up the blockages. Sound is, if you want a vibration of energy, it can move matter. For example, you know, you may have heard from singers who sing a very high pitch and they can shatter glass. So in this treatment, sound is a very important aspect where we are not just opening up the blockages, but we are also using sound to recharge. Mijn nieuwe stap is eigenlijk voor de praktijk dat ik een cursus heb ontwikkeld van 10 keer. En dat ik mensen leer om hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken over gezondheid, bewustzijn, jezelf goed voelen. En zodat ik in 10 avonden mensen leer om zelf allemaal oefeningen te doen om voor je eigen gezondheid. Een soort van doe-het-zelf cursus? Ja, eigenlijk wel. Ja. En die bol die staat eigenlijk, die gooiden we van de een naar de ander, zodat er verbindingen ontstaan. En in de behandeling werk je ook met verbindingen. Verbindingen met jezelf, verbindingen met het universum, verbindingen met de aarde. Maar ook met voelen en bewustzijn. En dat gebeurt ook met die oefening van die bol. Hij gaat van de een naar de ander en hij gaat als een spinnenweb rond. En dan heb je dus, dan voel je het in je handen dat je ook verbinding hebt met iedereen. Ik schrijf brieven namens overleden mensen, handgeschreven brieven die ze op de post thuisgestuurd krijgen. De mensen die ze aanvragen. Ik geef persoonlijke consulten, daar kunnen mensen bij mij komen. En ik geef cursussen intuïtief schrijven. Ja, voor mij is het eigenlijk bijna net, het klinkt heel simpel, maar ik wil het ook niet moeilijker maken dan het is. Bellen. Dus en een beetje zoals een radio, dat je gewoon gaat intunen tot je denkt van, oh ja. Daar zit ik goed en dat voel je wel in je lichaam, dan gebeurt er wel wat. En dan krijg je wel signalen en dan zie je het wel. En dan begin ik met schrijven of dan begin ik met vertellen. En uit de reacties van de mensen weet je dan wel zeker dat het zo is. Nu gaan we dus de linkerhand even op dit kastje leggen. En dan is het de bedoeling dat je even kijkt naar het scherm daar. En dan kun je dus de aura zien. Hier sta ik met aurafotografie inderdaad. Eigenlijk als een uit de hand gelopen hobby, als ik het zo mag omschrijven. Omdat ik heel graag de mensen op een korte manier wil kunnen vertellen wie ze zijn. Heel veel mensen hebben behoefte aan een positieve benadering van wie ze ook zijn. Ze horen elke dag wat niet goed gaat. Ze horen elke dag wat ze beter kunnen en wat ze beter hadden moeten doen enzovoort. En het is ook wel eens fijn om te horen wat je persoonlijke kwaliteiten zijn als mens. En daar putten heel veel mensen heel veel kracht uit ook. Er valt dan op dat er heel veel blauw in zit. Blauw wil zeggen, dat komt bijvoorbeeld in jouw vak heel goed van pas. Want dan kun je heel gemakkelijk contacten maken met de mensen om jou heen. Het Gitaarcafé is een laagdrempelig en gezellig gitaartreffen dat één keer per maand plaatsvindt in het Cultuurhuis. Het Gitaarcafé is bedoeld voor liefhebbers van gitaarmuziek van allerlei niveaus, zowel voor spelers als luisteraars. Yeah.
En dat was het dan weer voor deze aflevering. Wil je graag ook de nieuwe foto's en video's van RTV Barnes zien? Volg ons dan op Facebook, Instagram en natuurlijk op YouTube. Wil je graag een keertje meekomen kijken met de opnames van Born in Beeld? Of wil je het misschien zelf een keer komen presenteren? Neem dan contact met ons op.